Baby heet het liedje en ik wilde eigenlijk ineens een brug maken, maar als ik nu ineens Baby zeg, dan vind ik dat ook weer een beetje een schunnige brug. Maar het lijkt op Barry. Baby, Barry, ja, Barry. Barry in de studio. Barry, welkom. Goeiedag. Goed dat je er even bent. Leuk dat je even langskomt. Ja, gewoon binnenstappen. Ja, nee, maar dat is nou hartstikke... Ja, oké, je woont dan ook in Putten, dat maakt het misschien ook wel... Dus makkelijk. De drempel wat lager, zeg maar. Ja, inderdaad. Hey, de grote vraag, hè? Hoe is het? Ja, gaat goed. Super. Ja? Ja, het is echt geweldig. Het loopt als een trein, om maar zo te zeggen. Ja, want jullie zijn 2 weken geleden hier geweest. En toen stond eigenlijk de plaat op punt van campagne, zeg maar. Ja. Dat was eigenlijk sinds ook, jullie programma. Toch sinds ons programma. Sinds jullie programma loopt die door. Ja, goed. We zijn natuurlijk ook samen als een gek aan spammen geslagen. Ja. En dat begint volgens mij ook, heeft ook wel een klein beetje de vruchten afgeworpen. Nou, ik denk dat het de helft van het werk is. Nou ja, goed, dat zou een heel groot compliment zijn voor het werk. Maar dat is goed, ja, het is natuurlijk gewoon... Daar gaat het ook om, daar hadden we het net ook al eventjes over. Het gaat natuurlijk om het spammen en zo. Maar goed, Diesel Joy Records, de platenmaatschappij, het label waarbij jullie zitten. Die doet natuurlijk ook de stinkende best. Jullie hebben ook een plugger in de arm genomen. Ja, Desiree Prins is dat. Ja. Van Plug It In. Plug It In. Ja, plug it in. Plug It In. Plug It In. Ja. Hoe toepasselijk. Ja, en die werkt zichzelf helemaal het apenzuur. En dat is fantastisch. Ik bedoel, TMF geweest. Alle grote stations in Nederland, zeg maar. 538, 3FM, Q Music, Slam. En overal wordt hij goed ontvangen, maar even kat uit de boom kijken. Ja, want hij moet nog wel gedraaid worden natuurlijk. Ja, dat is... Er zitten een paar gradaties als je het hebt over als die plaat binnenkomt, als iemand hem... er is een heel format voor van, oké, je gaat eerst een plaat aanleveren, dan ga je nabellen, dan ga je... dan moet hij ook nog gedraaid worden. Nou ja, goed, je hebt allerlei soorten stapeltjes daar in die studio's. Klopt. En hij moet eigenlijk op het goede stapeltje terechtkomen en ook nog eens een keer bovenaan. Dus er zit nog wel een klein beetje... Ja, het enige wat ik dus begrepen heb van Desiree is dat hij inderdaad in het laatste stapeltje ligt overal. Ja. Als je het zo uitlegt zoals jij hem nu uitlegt, hij ligt overal... ligt hij, misschien niet bovenop, maar wel als derde of als vierde. Ja. En dat is spannend. Ja, dat wordt dus gewoon nu ook echt heel erg spannend. Ik bedoel, je zei al, de lokale en regionale radiostations, die pikken hem ook al op. Ja, echt met heel veel enthousiasme. Wat heb je daar voor reacties? Kun je daar wat over zeggen? Wat voor, Ja, van bijvoorbeeld in Tilburg is dat Paloma FM. Ja. En die man die heeft ook via Hives of weet ik wat onze single te horen gekregen. Nou, die is op eigen houtje dus contact met mij gezocht en wilde hem heel graag draaien. En die draait hem nu, ik denk, 3-4 keer per dag. Dus dat, dat loopt hartstikke goed. En dat was niet een DJ zoals jij, zeg maar. Maar dat was dat is gewoon een programmamaker, zeg maar. Ja, okay. Degene die zorgt dat, of de regisseur, of ik weet niet hoe je dat noemt eigenlijk. Ja, je hebt producers, hebben we... de programmamaker, zo kun je het eigenlijk zeggen. Maar dat zijn ook non-stop stations, heb ik gezien. 24 uur. Precies, en dat gaat in één stuk door. En dan is het een kleine moeite om jouw platen natuurlijk even tussen te stoppen, denk ik dan. Ja, precies. En andere station, Columbia FM, daar zijn we de satellite van de week. Dus, ja, de satellietschijf zag ik staan. Ja. Ik heb dat even gezien op de website. Ja. Dus. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. En je zei het al, veel kleine stations, grote stations, veel regionale, lokale stations maken natuurlijk straks één grote. Ja. En het is de bedoeling dus dat die zometeen dus ook gewoon door de grote landelijke wordt opgepikt. Maar goed, dat kan best zijn dat we aan de vooravond zitten van dat moment. Ja, laten we het hopen. Want het is inmiddels ook weer vrijdagavond 8 uur geweest. Heb je al ergens op internet gekeken? Ik heb nog nergens op internet gekeken deze keer. Dus hij zou weer ook binnen kunnen komen in die top 100 natuurlijk. Dat zou maar zo kunnen. Dat zou maar zo weer eens kunnen. Dus ja, kijk maar. Je had er nog niet over nagedacht? Nee, eigenlijk ben ik er niet mee bezig geweest. Nou, dan gaan we dat zo eens even doen. Waar ik en met name ook heel veel luisteraars toch wel benieuwd naar zijn ook, Barry. Nieuw werk. Want je zei net al, het wordt nu een hele spannende tijd. 12 september is een bepaalde deadline voor jullie. Ja, dan hebben we ons eerste optreden met onze live band in Putten op Putten On Stage. Kijk. En aankomende maandag hebben we de eerste repetitie met die live band. Die band is al gevormd. We weten al wie de poppetjes worden. En nu wordt het gewoon heel keihard werken voor 12 september. Ja, want hoe groot wordt de band? Zoals het er nu naar uitziet, wordt het een 7-koppige band. Poeh! Ja. Dat dus, is niet mis. Corné en ik, dus akoestische gitaar. Twee elektrische gitaren, een bassist, een toetsenist en een drummer. Dus ja, het is... Dus hard werken en iedereen moet zijn eigen partij goed kennen. Ja,
En voor 12 september natuurlijk. Want ja, dan moeten jullie hier staan, putten on stage. En dan was het de bedoeling, zei je net, hè, even achter de coulisses hier. Dat we misschien iets moeten doen met een, met een opname. Ja. Of nou, met, dat zou ik leuk vinden. Met een reportage of een ja, ik zou verslag. Het leuk vinden om het radiostation waar wij ook als eerste het interview hebben gehad. Dat die ons een beetje blijven volgen eigenlijk. Ja, nou. Dus onze personal followers. Bestaat er een naam voor? Ja, ik weet het niet. We gaan het maar eens even uitzoeken. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik vind dat wel hartstikke leuk. En dat pakken we natuurlijk met beide handen aan. Dat gaan we absoluut doen. We gaan daar gewoon eens even verder over praten hoe we dat het beste kunnen doen. Ja. Of we dat misschien ook met een beetje beeld kunnen doen. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Hè? Ja, dat zou geweldig zijn. Met alle fantastische media van tegenwoordig moet dat ook te doen zijn. Dus dat we kijken of we een microfoon en een camera erbij kunnen prikken. En dan moeten we even kijken of we wat kunnen doen. Hey, tot slot, nieuw werk. Want ja, de nieuw band werk. Wordt geformeerd. Hoe zit het met nieuw werk? Ligt er al wat op de plank? Zijn er al nummers geschreven? Nou, er zijn zat nummers geschreven, om het maar zo te zeggen. De producer heeft nu een heel stel nummers van ons meegekregen. Die is op vakantie. Die ligt nu ergens op het strand met zijn iPod. ik denk 12, 13 nummers van ons te beluisteren. Okay. En die gaat dan samen met ons, als hij dadelijk terugkomt, gaat hij bepalen welk van die 12 of 13 de tweede single wordt. En die wordt dan eind september, of eind augustus, begin september gaat die opgenomen worden. Heb je zelf een idee? Ik heb wel een gevoel welke het zou kunnen worden, ja. Okay. En ja, dat is wel een leuk nummer. Okay. Dus, en ik heb daarna, we hebben geen tijdslimiet over wanneer die uitgebracht wordt. Dat hangt natuurlijk van dit nummer af. Ja, absoluut. Wanneer ja. is die uitgewerkt? Want, heb je een idee over een termijn waarmee ze nog doorgaan met dit nummer? Hoe lang ze dit nummer nog gaan pushen? Nou, vanavond had ik contact met mijn baas, zeg maar. En die zei, dit kan nog wel weken door blijven lopen. Dus... Weken, daar versta ik 5, 6, 7 weken onder. Ja. Dus, ja, dat zou maar zo kunnen inderdaad. Ja, ik modder het nog wel eventjes door. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We hopen dat we in ieder geval vanavond aan de vooravond staan van een landelijke doorbraak en landelijke dekking ook voor de single Sometimes. Wij ook. Barry, we gaan daar eens even goed verder over praten, dat wilde ik zeggen. En met name ook over 12 september dus in Putten op het Marktplein. Putten on stage met live Code op het podium. En dat wordt heel erg spannend voor het eigen publiek. Dat wordt knallen, dat wordt feest. En het wordt ook druk, dat wordt chaos, dat weten we nu al. Zeker. Maar dat wordt helemaal top. Goed, we gaan het in de gaten houden. Ga ondertussen even naar de Hivesite, code-online.hives.nl en word lid van deze sympathieke band uit Putten.